Hallo, ik ben Jora Rienstra en ik sta hier eigenlijk bij de laterlos van de Engelenbank. En ik sta hier met een reden, namelijk dat ik niet wil dat de Engelenbank dichtgaat. De eerste keer dat ik in de Engelenbank kwam was ik 17 jaar en toen zat ik in het publiek. En ik was bij een open bak op dinsdagavond en ik zag Brigitte Kaandorp presenteren. En ik was zo onder de indruk dat ik dacht, dit wil ik ook, ik wil daar staan. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik heb een opleiding gevolgd en ik ben cabaretière geworden. En ik speel nu door het land en nog steeds kom ik heel vaak in de Engelenbank. Punt 1, om mijn materiaal uit te proberen, want niets is leuker dan mijn materiaal uitproberen in de Engelenbank. Het publiek is leuk en ook kritisch, wat je nodig hebt als theatermaker. En ik kom er ook om andere mensen te bekijken en om een fijne avond uit te hebben. En als dat er niet meer is, dan kan jong talent zich niet meer ontwikkelen, kan ik me niet meer ontwikkelen. En dan zou ik hier op de straat dingen moeten uitproberen voor elke zwerver die er langskomt. Nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb behoefte aan de Engelenbank. En daarom vind ik dat de Engelenbank absoluut iets is wat moet blijven in Amsterdam. Het loopt goed, de mensen komen erop af. Theater, mensen, acteurs, maar ook gewoon publiek. Iedereen geniet van de Engelenbank. Doe het niet dicht, alsjeblieft.